Bank 1-0 winnen in Enschede. Goed resultaat. Zeker. Zeker gezien de wedstrijd. Bijna heel de wedstrijd onder druk staan. We hebben het in de rust even wat veranderd. Noodgedwongen ook omdat Thomas geblesseerd raakte. En dan gingen we anders spelen. En dan kwamen we iets meer onder de druk vandaan. Komen we meer aan het voetbal en dan maak ik uiteindelijk de goal. De start was heel aardig, heel redelijk, denk ik. We komen een aantal keer komen we goed door en dan zie je de zijkanten. Ja, er is een discutabel geval of dit wel een goal was van Kakuta. Ja, ik kon niet echt een overtreding zien. Twente krijgt de overhand en dan komen we heel goed weg. Omdat we in onze opbouw verkeerde keuzes maken. Ja, en dan krijgt Jansen een kans, die moet er normaal in. Dus dan zou je in kansenverhoudingen kun je gaan kijken naar de eerste helft van, dat komt aardig overeen. Nou, na rust denk ik dat wij, die van Wilfried, dat is eigenlijk geen kans, maar hij maakt hem wel. Nou, dan krijgt Jonathan nog een kans. Die moet hij er ook in, dat is een 1-op-1 situatie met de keeper. En zij krijgen natuurlijk in alle realiteit, zeker de laatste fase van de wedstrijd, krijgen zij 200% kansen. En als zij die dan niet maken, dan heb je een overwinning. En waar je niet van kan zeggen, dat is absoluut terecht, dat niet. Maar wel een overwinning waar wij heel erg blij mee zijn. Ja, zeker. De eerste helft al eentje die ze konden maken. De tweede helft hadden ze, gaan hun opportunistje spelen. Voor een speelers beginnen met 4 spitsen. Ja, dan weet je dat je altijd wat tegen kan krijgen. Maar ja, we hebben goed stand gehouden, dat is het belangrijkste. Je zegt een noodgedwongen wissel. Jij naar rechtsback. Jansen, centrale verdediger. Ja, klopt. Thomas had een ijsbeentje voor mij gekregen van Bulikin. Ja, dan moest ik rechtsback spelen. En dan ging Jansen naar het centrum. Ja, een slimme optie. Ja, Thomas die had last. Dus we moesten wisselen. En dan kon ik een variant kiezen door een rechter vleugelverdediger neer te zetten. Of Theo achterin. Nou, ik heb gekozen voor Theo. Maar ook vooral voor een spits bij te brengen. Om bij hun toch de nodige verwarring te zorgen. En je zag dat dat denk ik wel redelijk goed uitpakte. Zeker in de opbouw kwamen we beter uit. Maar ook voorin door hun centrum direct vast te zetten. Wel een onwennige positie voor jou, links centraal. Ja, dat is het lastige omdat je met je verkeerde been zit. Normaal met die rechterbeen kan je die paas gewoon geven waar je wil. Alleen met links is het wat beperkt omdat je aan de ene kant zit. Nou, en deed het goed, zat er wat druk. Ik denk 1-2 ballen ingeleverd, verder viel dan mee. Ja, ik denk dat het een sowieso belangrijk is. Je zet namelijk een concurrent om Europees voetbal zet je op 7 punten. Hè? En met nou 8 wedstrijden te gaan, dan zou dat heel erg prettig zijn. Anderzijds is het ook weer zo dat je kan er niet omheen. Je staat op 2 punten van de koploper. En ieder weekend brengt weer verrassingen met zich mee. En dit weekend ook weer. Dus het verloop van het seizoen is onvoorspelbaar. En ik vind namelijk nog steeds dat wij ook beter kunnen voetballen. We hebben een fase na rust gehad en dan vond ik ons echt goed spelen. Zeker direct na rust. En hadden we denk ik ook wel een speloverwicht. Wat in mijn optiek wel heel erg goed was. Wel zeer offensief, maar de invulling daarvan was denk ik uitstekend. Ja, nu blijf je meedoen. PSV staat nu tweede, is Ajax eerst. Ik weet niet hoeveel punten het verschil is, 3 volgens mij. Nou ja, dat is te doen. Twente zet je gewoon verder van je af en dat is ook belangrijk, denk ik. Ja, als wij Twente op 7 punten zetten. Ik weet namelijk niet wat Utrecht heeft gedaan. Dus en die staan dan op 6 punten. Ja, dan kan het een heel mooi slot worden.